En besef even, we hebben 2 Charizards gepoeld. Yo Nintendo fans! Het is weer tijd om Pokémon kaarten uit te pakken. En dit zijn pakjes uit de nieuwe Pokémon Go serie. In deze Alolan Exeggutor box zitten 4 pakjes. En in deze zitten maar liefst 6 pakjes. En er zit ook nog een Team Instinct badge in, want dit is een Team Instinct box. En dit is trouwens mijn team in Pokémon Go. Laat even weten wat jouw team is in Pokémon Go. Oh, en trouwens, binnenkort heb ik ook nog deze Elite Trainer box om uit te pakken. Dus wil je dat niet missen? Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Want ik heb gehoord dat als je niet abonneert, dat jij nooit een Mewtwo-kaart krijgt uit de Pokémon Go-serie. Dus doe dat snel. Maar nu eerst deze 2 mooie boxen. Oh, kijk, er zitten ook kaarten in met beloningen voor Pokémon Go. En dan beginnen we met de Alolan Exeggutor promo-kaart. Supercool. En natuurlijk Spark, de trainerkaart. We hebben dus ook een supermooi Team Instinct pinnetje. En natuurlijk de grote Alolan Exeggutor-kaart. Maar vooral 10 pakjes. Super vette art ook op de voorkant. Volgens mij wordt het echt wel een mooie set. En in deze set zitten vooral hele mooie Mewtwo kaarten, Dragonite kaarten, Blastoise en ook Charizard kaarten. En terwijl ik jullie deze codekaart geef, leg ik jullie ook uit dat er speciale verborgen Ditto kaarten bij zitten. Ik ben heel benieuwd of we die gaan vinden. En dan beginnen we met een Grass Energy. En is Chansey de allereerste Pokémon Go kaart die we uit de pakjes halen. Vervolgens hebben we Solrock en Ariados. Oh, gelijk leuk, een Bulbasaur kaartje. Altijd leuk om Bulbasaur kaarten te krijgen. Squirtle hebben we ook gelijk. Oh, super cute. Dan hier Bidoof en ik ging even kijken, want een Bidoof kaart zou zomaar een Ditto kunnen zijn. We hebben hier Onix. De volgende kaart is, oeh, Bibarel. Met Smeargle, dat doet hij in Pokémon Go natuurlijk ook altijd. Dan wil hij je foto's verpesten. En als laatst hebben we, helemaal niet als laatst. We hebben natuurlijk eerst nog de reverse. En dat is een Blastoise. Super cool. Gelijk een hele mooie reverse. Maar dan wel als laatst hebben we, Zapdos. Oh, hele coole kaart. Het is een holo rare zoals je kan zien. Oeh, Zapdos vind ik super cool. Ik vind Blastoise ook een hele vette Pokémon. Dus dit was best wel een mooi eerste pakje. Dan nu, het tweede pakje. We beginnen met een Fire Energy. Dus die Charizard, die zou heel erg welkom zijn. We hebben in ieder geval eerst Charmeleon gelijk, wat al gelijk een cool kaartje is. Pupitar, ja. Wartortle, die kunnen we nu spelen. We hebben Squirtle, Wartortle en Blastoise. Dus dat is cool. Dan vervolgens hebben we Melton. Een Magikarp, yay. Kijk hem leuk jumpen bij alle andere Magikarps. Super grappig. Een Spinarak, dit lijkt wel een knuffel. Oké. Wimpled is de volgende. Larvitar met een berry. De reverse is Blanchet. En als laatste kaartje, ja hoor, hebben we Blastoise ook holo rare. Dus die hebben we nu in reverse holo en in een holo rare kaartje. Awesome. En ook in het derde pakje doen we er weer 4 naar voren. Dan beginnen we weer met een Fire Energy. Dus ik heb nog steeds hoop op die Charizard. Let's go. We hebben hier Solrock, Sparky, Chansey, een Slowpoke. Ja, die wordt waarschijnlijk gebeten door een Shellder. En daardoor evolueert hij altijd in Cloyster. Dat is hoe het gebeurt in de natuur. Dat is geen grapje. Bibarel hebben we opnieuw. Spinarak, die hebben we net ook gezien. Super schattige Pidoff. Hier hebben we, de Alolan Rattata. Super duister. Die is in het riool bezig. Maar ik vind het wel een mooi kaartje. We hebben een Rare Candy. En als laatst hebben we dan, de normale Charizard. Maar ook weer holo rare natuurlijk. Oh, nog geen full art of dat soort kaarten. Maar hey, die holo rares, die zijn wel sick hoor. Dus daar is dan toch Charizard, jongens. Lekker. Ik ben benieuwd of we ook nog een Mewtwo kunnen krijgen. Tot nu toe zijn de pools in ieder geval best wel oké. Ik vind het best wel leuke kaarten die we krijgen. We hebben nu hier een Zatu. Dan de Pokestop. Slowbro. Allemaal nieuwe kaarten die ik nog niet heb gezien. Pikachu heb ik ook nog niet gezien. Ah, die loopt hier lekker met zijn buddy. Nice. Een Wimpod. Een Squirtle is de volgende. Charmander. Melton. Dan nu de reverse, denk ik, is Apom. En als laatste hebben we hier Blissey. Zijn er trouwens allemaal holo rare kaarten aan het einde of zo? Het begint er wel een beetje op te lijken. Of we hebben gewoon geluk met al die holo rares. Wel cool trouwens. Deze Blissey is een gym aan het verdedigen op dit moment. Deze vind ik ook wel vet hoor. Cool kaartje. Hier is weer een codekaartje voor jullie. En dan ben ik heel benieuwd wat we hieruit krijgen jongens. Ik zie wel een mooi randje. Er komt wat moois aan jongens. Na de Rare Candy, de Camerupt, Blanchet, opnieuw Spinarakie, Alola Rattata, Bidoof. Dit is trouwens ook geen verborgen Ditto zo te zien. We hebben Charmander,
hype om. Reverse Articuno. Oh, heel nice. En als laatste hebben we hier Conkeldurr V. Onze eerste V-kaart in deze serie is een Conkeldurr. Ja, best wel een mooie full art kaart. Ik ga niet klagen hoor. Ik vind hem best wel cool. Lekker, die leggen we even opzij. Ben ik benieuwd wat we uit dit pakje gaan halen, jongens. Een lure model. Ariados opnieuw. Egg Incubator. Een Natu. Ambipom, Slowpoke, Larvitar opnieuw, Aipom, Melton the Reverse en als laatste hier een Lapras Holo Rare. Ja, volgens mij zijn alle laatste kaartjes minimaal Holo Rare. Maar dat is best wel cool, want die Holo Rare kaarten uit deze serie zijn vet. Deze Lapras is ook gewoon weer super leuk. We hebben nog 4 pakjes. En ja hoor, we hebben weer een V-star kaart. Steelix, hey, die had ik nog niet. Nice, cool. War Turtle, die hebben we wel. Slowbro hebben we ook al. En Alolan Raticate met zijn bolle wangen. Leuk kaartje wel. Dan hier Tranquil, Bulbasaur, Natu, Ambipom, Snorlax Reverse. En als laatste hebben we hier, opnieuw de Zapdos. Toch denk ik dat we nog minimaal 1 full art gaan vinden. Misschien wel in dit pakje. Hier, hoppakee, Energy, Slowbro, Lunatone, deze hebben we nog niet. Pokestop, dan Alolan Raticate opnieuw, Tranquil opnieuw, Larvitar hebben we ook al gehad, Natu, Ambipom, Charmander Reverse. En ja, hier zit weer wat moois in, jongens. Wat is het? Slaking V. Ja hoor. Wat een boze gast. Ik vind deze Pokémon echt een meme. Maar wel een leuk kaartje. We hebben toch al 2 leuke pools. Nou, en eigenlijk al die Holo Rare kaarten zijn ook mooie pools. Oké, let's go. Nog eentje. We hebben nog 2 pakjes. Knal die duimpjes omhoog, jongens. Misschien hebben we nog 1 mooie pool uit de laatste 2 pakjes dan. We hebben hier Lunatone. Hey, Ivysaur. Die hadden we nog niet. Nieuw kaartje. War Turtle hadden we wel. Slowpoke hadden we ook. Larvitar hebben we bijna in elk pakje. Net als Aipom. Net als Spinarak. Net als Alolan Raditz. Oh, ja! We hebben de Radiant Charizard. Wat sick. Wat een lekker pakje. En er zit nog zelfs ook iets achter. Wat zit er dan achter? Melmetal V-Max. Oh, dit is wel... Dit is een heel ziek pakje. Gewoon een dubbele pool. Holy moly. Kijk deze Melmetal V-Max ook even shiny, joh. Ik zie amper wat er gebeurt. Hier is zijn hoofd volgens mij. Maar ey... Deze wilde ik heel graag. De Radiant Charizard. Yo, want kijk even naar deze bijzondere Charizard. Deze wil je toch gewoon hebben. En dan ook nog in een mooi pakje erbij. En dit is de reden waarom je video's van mij altijd tot het einde moet kijken. Want aan het einde zitten bijna altijd de mooie pools. En dan hebben we er nog 1. En als hier Mewtwo in zit, dan word ik helemaal gek. Oké. Let's go. Daar gaan we. Chansey. Daar waar begonnen we mee. Steelix. Satu. Pidoff, Magikarp, tot nu toe allemaal kaarten die we al hebben. Hey, maar Eevee, die hadden we nog niet. Nummel hadden we ook nog niet, volgens mij. Reverse is een Onix. En als laatste hebben we... Tyranitar. Ook lekker hoor. Ook een heel mooi kaartje. Die Holo Rare kaarten, die waren al super cool. We hadden hier bijvoorbeeld Articuno, Blastoise, Blissey, Zapdos. Die hadden we 2 keer. Lapras, Tyranitar. En besef even... We hebben 2 Charizards gepoeld. Niet alleen deze, maar ook gewoon deze hele sikke Radiant Charizard. Awesome. In hetzelfde pakje kwam Melmetal V-Max. En dan hadden we ook nog Conkeldurr... Deze naam. Conkeldurr V. De full art. En natuurlijk nog een geinige Slaking V. En besef, dan hebben we binnenkort ook nog deze mooie box. Dus als je dat wil zien, knal die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!